Nu zoeken we nog onze buschauffeur om naar Nieuwzolde te rijden. I'm Juliana Schuil. From what nationality? I'm German, Brazilian. Ik heb de laatste dagen al heel veel. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk alle experimenten hier vertegenwoordig. Dat zou nog een andere toepassing kunnen zijn. Die moet je hier ook. 12 for me and 12 will be for my colleague. Traveling setups. Hello, welcome to Isolde Hall. I am Juliana Schell. I work with material science. I'm employed by the University of Duisburg-Essen. Every week it's a different experiment. This 18 months, we receive 50% of the protons from CERN. Heel goed je huiswerk doen om hier een experimentje te mogen doen. In de ISO-trap. Oké, okay. And industry, medical, what are you studying? Isolde, Ion, Plantage. We want to do different kind of experiments. We want to learn different properties of the nuclei. So why we have these elements that we are seeing? Because at the beginning you have these stellar explosions to produce all of these radioactive nuclei, and then they decay and they form what we know. Dat is een spiegelbox waar de laserstraal 90 graden omgedraaid wordt en naar beneden nog eens om geïnjecteerd te worden in de straal. Die aluminium ingepakte spullen houden het warm en daardoor kunnen er dus geen oppervlakteverontreiniging in de leidingen ontstaan. Dat is een grote laser die dus vlak bij het experiment staat. Back and forward with the time, the lighter nuclei will go faster. Yeah? There will be a time separation. So and this time separation depends on the mass of the nuclei. Daar staat het experiment. Detectoren waarschijnlijk die